Mijn naam is Thijs Lodewijk. Ik maak elektronische muziek en dat doe ik onder de naam Ludewijk. Het idee van het zonificeren van data die uit de infrastructuur komt, heeft echt ongekend veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld de Sonop bij de A50. Sonop staat voor Solar Noise Barrier. Dat is een geluidswal die staat langs de A50. En dat is tevens een heel groot zonnepaneel. De data die ik daar van naar binnen gekregen is de hoeveelheid energie die per kwartier opvangt. En in de avond- en de nachtelijke uren natuurlijk is dat nul. En dan zie je hem in de ochtend een beetje opkomen. Heeft hij zijn piek ergens en dan daalt hij weer. En iedere dag verschilt dat naar aanleiding van de hoeveelheid zon. Als ik die data koppel aan een muzikale filter, dan heb je ook een klank die gaat een beetje open of heel veel open. Dus dan heb je echt dit. Een beetje of meer. Of. En zo golf je eigenlijk door de hele track heen. En iedere golf is één dag aan data. En je hoort dan ook echt aan de golf hoe bright die wordt of hoe open die klinkt, hoeveel energie is er op die dag binnengekomen. Dat is echt een hele leuke ervaring. Je ziet dan ook, dit zijn de mindere dagen en dan dit zijn de wat betere dagen, zonnigere dagen. En in die zin vind ik dat een hele mooie, zuivere vorm van sonificatie. Geluid en muziek spreekt iedereen aan. Dus op het moment dat je de zin van infrastructuur en de data die eruit voortkomt middels muziek bij mensen onder de aandacht kan brengen, dan denk ik dat iedereen zich veel bewuster wordt van de wereld waarin we leven en de infrastructuur waar we van gebruik maken. Dat maakt dit een ontzettend interessant project voor mij.